MDMA-therapie, microdoseren met paddo's of een reinigende truffeltrip. Het gebruik van psychedelica als hulpmiddel bij psychische problemen of als mooie trip om dichter bij jezelf te komen is in opkomst. Een van de meest intense psychedelische middelen, ayahuasca, stijgt ook enorm in populariteit. De afgelopen 4 jaar verdubbelde het aantal aanbieders in Nederland. Maar zo'n geestverruimende reis is lang niet voor iedereen weggelegd. Hoe kun je weten of dit iets voor jou is? En wat is ayahuasca nou precies? Ayahuasca is een drankje uit Zuid-Amerika. Inheemse volken uit het Amazonegebied gebruiken het al eeuwenlang voor genezing en spirituele doeleinden. De werkzame stof is DMT, een natuurlijk tripmiddel dat voorkomt in allerlei kruiden en planten. Zo ook in de bladeren van de Psychotria viridis, waarvan de ayahuasca gemaakt wordt. Het enige is, hier kun je niet lang op trippen. Want de zogeheten MAO-enzymen in je lichaam die breken DMT snel af. En om dat proces te vertragen, wordt er een MAO-remmer toegevoegd uit de liaan van een slingerplant. Nou, en die combinatie van een MAO-remmer plus DMT, dat maakt ayahuasca en die zorgen samen voor een trip van 4 tot 6 uur. Ik ga zelf ook een reis maken. Om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, spreek ik met Floris Moerkamp. Hij is als oprichter van Stichting Liaan al 15 jaar bezig met verantwoord gebruik van psychedelica. Kan je me uitleggen wat ayahuasca nou zo'n intense ervaring maakt? Wat ayahuasca doet, is het zorgt er eigenlijk voor dat jij op een andere manier naar je leven en naar de ervaringen daarin kunt kijken. Dus de paden die je normaal door je hersens neemt om bepaalde oplossingen te zoeken, die worden eigenlijk gedempt en alle andere dat wordt versterkt. En wat er dus kan gebeuren is, er kunnen allerlei oude traumastukken opkomen uit je jeugd of intense emoties of bepaalde relaties waar je niet blij mee bent in je leven. En dat kan allemaal best wel confronterend en op een nieuwe manier bekeken worden. En dat kan heel waardevol zijn, maar ook intens. Dus het is eigenlijk niet een soort party drug zoals truffels of LSD dat je gewoon voor je fun doet? Ik heb het nog nooit iemand op een feestje zien gebruiken en ik kan me ook niet voorstellen dat per se leuk wordt. Het kan heel erg mooi zijn en liefdevol en blissvol en één zijn met het universum en noem maar op. Maar er gaan ook bijna gegarandeerd ook wel andere stukken van jezelf omhoog komen en meer confronterende dingen. Oh ja? Is het altijd een combinatie van mooie dingen en confronterende dingen? Nou ja, niet altijd. Elke reis is anders en voor iedereen is het ook weer anders. Maar over het algemeen wel, ja. En zowel de hemel als de hel kun je vinden in die ervaringen. Ik vind het heel heftig als je dat zo zegt. Ja, dat is het ook. En daar is door Floris geen woord over gelogen. Maar wat zijn dan redenen waarom mensen dit zouden doen? Mensen hebben allerlei verschillende intenties als ze daarmee als ze binnenkomen bij zo'n soort ervaring. Maar de reden dat mensen het doen is, ja, ze willen op een andere manier naar zichzelf kijken of naar hun leven. Of een intentie die we vaak zien is dat mensen bijvoorbeeld willen weten van, joh, wat is nou mijn passie in het leven? Of wat is nou het type werk wat ik nou echt moet doen? Of waar moet ik nou voor gaan? Of relaties die niet lekker lopen met partner of met ouders, noem maar op. En grote in zo'n vragen. Ervaring. Ja, zeker. Ja. Het zijn juist de grotere levensvragen. De belangrijkste reden eigenlijk die je hoort, en dat klinkt een beetje vaag en abstract, maar is dat je de calling voelt. Hè? Dat je wordt geroepen, wordt vaak gezegd ook online en dergelijke. Dat je gewoon heel sterk voor jezelf het gevoel hebt van ja, dit wil ik proberen. En daar ben ik natuurlijk bij jou ook wel benieuwd naar, of dat zo is. Ja, ik werd wel geroepen, ik hoorde zo... De moeder roept. Nee, ik was er gewoon echt al heel lang in geïnteresseerd. Dat als iemand dit vertelde, dat ik echt dacht, wow. Maar toen voelde ik nog heel veel spanning voor en ik dacht, ah, eng. En toen nam dat af. Het klinkt ook heel vaag, de calling. Maar het is denk ik hetzelfde als dat je een bepaald land hebt waar je nooit bent geweest. En dat je denkt, wauw, daar wil ik echt heen door die en die verhalen. Ja, exact. Dus ik heb dat wel. Zo, ik ben op kantoor. En ik ga jullie meenemen op mijn reis naar de ayahuasca-ceremonie die ik binnenkort ga doen. En het nummer 1 ding wat iedereen zegt dat je geregeld moet hebben, is een goede begeleider. En vooral iemand waar je goed bij voelt. Nu ben ik heel blij, want ik heb een vrouw gevonden waarmee het echt heel goed klikt. Ik heb haar net gesproken aan de telefoon, een soort intake gehad en ik ben helemaal check. En nu heb ik documenten toegestuurd gekregen waarin staat wat je wel en niet moet doen van tevoren. Nog een soort fysieke en mentale intake. Ik moet invullen wat voor maaltijd ik na de ceremonie wil, of ik therapieën heb gehad.
of ik hartklachten heb, of ik wel eens drugs doe, wat mijn intentie is. En een soort dieet waar je aan moet houden voor de ceremonie. Kijk, dit heb ik allemaal gehaald. Zo. En dit AVG. Oké, het is één dag voor de ayahuasca. En ik ben aan het koken. Ik was net echt een half uur in de supermarkt, omdat er heel veel dingen zijn die ik nu niet meer mag eten. Waarom je die dingen niet meer mag eten of drinken is, omdat van sommige dingen kun je hoofdpijn krijgen of misselijk worden. En van de dingen met gist erin of schimmelkazen, dat verhoogt je bloeddruk. En ayahuasca is al licht bloeddrukverhogend. Dus ja, dat willen we niet nog meer verhogen. Tijdens mijn voorbereidingen kwam ik erachter dat bijna niemand in Nederland neemt wat ze denken te nemen. Ja, ik ging zelf ook op zoek naar een plek om ayahuasca te doen. En toen zag ik op heel veel sites verscholen ayahuasca staan. Kan je me uitleggen wat ayahuasca is? Ayahuasca is eigenlijk een alternatief voor ayahuasca. Dus er was een onderzoeker, Jonathan Ott. En die ging eigenlijk kijken van, nou ja, we hebben die MAO-remmer, we hebben die DMT. Dat zit in meer planten. Zijn er ook meer lokale of westerse alternatieven te vinden die een vergelijkbare ervaring zouden veroorzaken? Nou, hij heeft daar een aantal oplossingen voor gevonden. En dat heeft hij in een boek opgeschreven, Ayahuasca-analogen. En daar komt het woord ayahuasca vandaan ook. Dus een analoog van ayahuasca. Waarom zou je als aanbieder dan kiezen om ayahuasca te doen in plaats van ayahuasca? Er zijn verschillende redenen voor. Aan de ene kant heb je gewoon een hoop mensen die zijn opgeleid en zelf de eerste ervaringen met ayahuasca hebben. Dus die daar gewoon uit gewoonte gebruik van maken. Een andere reden is ook duurzaamheid. Syrisch wijnruit is een stuk meer beschikbaar en de capi wordt ingevlogen uit de Amazone en dergelijke. Dus dat is ook een reden. Het is ook goedkoper, het is ook makkelijker om te bereiden. Dus er zijn wel meer argumenten waarom begeleiders daarmee werken ook. Ja. En is iedereen ervan op de hoogte in Nederland dat ze ayahuasca dan hebben gedaan in plaats van de ayahuasca? Ik denk eigenlijk dat vrijwel niemand ervan op de hoogte is. De meeste begeleiders weten het wel, maar over het algemeen wordt het, zoals je ook al hebt gezien, op de websites gewoon aangeprezen als ayahuasca. Ja. En dat is ook hoe mensen het kennen. Er zit allebei hetzelfde deel in, dus daarmee bedoel je dan de DMT ja. En een MAO-remmer. Ja. Oké, maar ik ga ayahuasca doen. Maakt dat voor mij naast die ervaring dan nog verschil? Ik denk het niet, nee. Dus de meeste mensen die we horen die zo'n ervaring hebben gehad, die hebben zeer vergelijkbare ervaringen als wat je met ayahuasca hoort. Maar er is geen diep onderzoek gedaan naar de verschillen daarin. Oké, we hebben nog één laatste check-in moment. Want het is de avond van tevoren. Ik verwacht een soort van mandala-achtige visuals. Maar ja, eigenlijk dat het alle kanten op kan gaan qua visuals. En ik heb iets van 3 intenties gezet. 3 thema's waarmee ik bezig ben in mijn leven. En ik verwacht toch wel dat je dan nieuwe perspectieven krijgt om daarop te kijken. Alsof je denk ik een paar therapiesessies hebt gehad. En op een gegeven moment denkt, zo had ik er niet naar gekeken. Maar ik weet ook dat het zo erg kan verschillen en dat je misschien wel een inzicht krijgt van iets wat je helemaal niet verwacht. Verder voel ik me eigenlijk echt heel goed. Ik zit de hele tijd te wachten tot de heel erge zenuwen inkikken of zo, maar tot nu toe heb ik er alleen maar zin in. Echt alsof je naar Walibi gaat of zo vroeger, van die gezonde spanning de avond van tevoren. Maar niet dat ik echt het eng vind of zo nog. Maar misschien komt dat nog. En ik probeer het gewoon rustig aan te doen. Ze zeggen ook, limiteer je schermtijd. Dus wacht, ik wil even laten zien wat ik aan het doen ben. Dit is echt geweldig. Kijk. Oké, ik maak een mini keuken. Dit is toch fantastisch. Hier, ik heb dit al gemaakt. Zo geschilderd, in elkaar gelijmd. Dit, ja, ik moet echt best wel veel. Maar weet je hoe rustgevend dit is? Ik zie jullie morgen op de grote dag. En ik ga lekker op tijd slapen. Wanneer is het nou geen goed idee om ayahuasca of ayahuasca te doen? Nou, dat zou je eigenlijk kunnen categoriseren. Hè. Er zijn bepaalde mensen waar echt een rode vlag bij staat, bij wijze van spreken, die dat echt niet moeten doen. Dus dat is mensen met hartproblematiek bijvoorbeeld, of inderdaad zware psychische aandoeningen. Of die antidepressiva slikken op dit moment, of andere medicatie die niet samengaat. Dan weet je gewoon, dat is op dit moment kan dat niet, is geen goed idee. Dan heb je de mensen voor wie het
in de juiste context misschien een goed idee zou kunnen zijn. Hè? De oranje vlaggen. Hè, dus het eerste onderzoek waarbij die erop lijkt te wijzen dat ayahuasca best wel goed kan zijn voor mensen met depressie. Maar wat je vaak ziet is dat die onderzoeken focussen op een heel traject aan therapie waarbij je dan ook ayahuasca gebruikt tussentijds. Onder begeleiding allemaal. Precies, ja. Precies. Niks is zonder risico, dus helemaal groene vlaggen bestaan natuurlijk niet. Maar als jij ten eerste goede begeleiding hebt gevonden, die weten wat ze doen. Je hebt zelf al meer gedaan aan persoonlijke ontwikkeling en heb al vaker delen van jezelf aangekeken. Je hebt geen historie van psychoses of wat dan ook. En ook in je familie komt dat niet voor. Je slikt geen medicatie en eigenlijk over het algemeen gaat het gewoon goed met je. Dan is de kans dat het goed gaat is heel erg groot. Dus eigenlijk moet je het meer zien als iets wat iets kan toevoegen en niet iets wat een soort basis iets van je zou moeten fixen. Het is niet een soort quick fix voor als je depressief bent of als je heel zwaar in de shit zit. Nee, helaas niet. Helaas niet. Het kan zeker wel. Wat je vaak ziet is dat mensen heel erg in een soort negatieve spiraal zitten in hun leven. En het kan wel zo zijn dat ayahuasca net de switch geeft of jou net de energie geeft waarmee je wel die eerste stap durft te zetten en wel ander werk durft te gaan zoeken, waardoor je eigenlijk weer in die opwaartse spiraal komt. En dan zul je het toch echt moeten blijven doen en je moet je eigen gewoontes natuurlijk aanpassen om dat echt te integreren in je leven. En stel je bent dan een groene vlagpersoon zoals ik, wat zijn dan nog de risico's? Voor jou komt het meest interessante daarna. Als je die reis helemaal hebt gehad en er zijn allerlei dingen naar boven gekomen van inderdaad, hoe kan ik dat een plekje geven in mijn leven of hoe kan ik dat verder verdiepen. En daar zit ook een risico voor mensen, want als er allerlei dingen omhoog komen, maar jij gaat bijvoorbeeld de dag daarna meteen weer aan het werk, maar je voelt je nog wel heel kwetsbaar of er zijn pijnlijke dingen omhoog gekomen, je gaat dat een beetje wegdrukken, weet je wel, dan kan het best wel inderdaad verergeren eigenlijk, of dat het juist omhoog komt. Terwijl het eigenlijk, als je er wel mee kan werken, een hele mooie kans was geweest om te verdiepen en heel veel meer te leren over jezelf. Oké, we zijn onderweg naar de ceremonie. Het is D-Day. We zijn er over 23 minuten. En nou, ik stond vanochtend op. Ik had echt een lijpe nachtmerrie dat het helemaal misging. Dat ik een hele paniekaanval had en dat die begeleidster toen zei, dan gaan we nu de trip beginnen. Dus ik werd voor het eerst een beetje gespannen wakker. En ik heb ook een beetje een last van mijn buik, een beetje misselijk, nu al. Dus er is een kans op botsen. Maar ik weet niet of dat de zenuwen zijn of dat het gewoon mijn lichaam is die nu een beetje ochtendmisselijk is. Ja, verder heb ik er nog steeds wel echt heel veel zin in. Het voelt ook een beetje alsof ik op vakantie ga. Ik heb een koffer mee, ik heb mijn kussen mee, ik heb mijn deken mee. Let's go! Ik heb wel zin in vakantie. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ben ik mezelf nu aan het overtuigen dat ik er zin in heb? Misschien wel, maar ja, wat doen we anders? Oké, ik weet niet of... weet je hoe ik zie dat ik gespannen ben? Dan ga ik zo een beetje zo... Een beetje zo onrustig doen. Een beetje grapjes maken, een beetje lachen. Een beetje trillen. Ja. Ayahuasca is illegaal in Nederland. En als je het zwart op wit bekijkt, is de ceremoniebegeleider dus een drugsdealer. Daarom spreken we voor diens veiligheid af op een locatie die we speciaal voor onze ceremonie hebben gehuurd. Hallo! Hoi! Mag ik een knuffel geven? Hallo! Hi. Goed om je in het echt te zien. Heb je er zin in? Ja, jawel. Waar moet ik heen? Wauw! Hier ga ik dan liggen. Emmertje staat klaar. Zo, als je niet weet wat je hier komt doen, denk je echt, wat gaat hier gebeuren, toch? En je gaat muziek maken ook. Ik ga muziek maken. Oh. Ik vind het wel een hele fijne ruimte. Ja, zo. Ja, het ruikt lekker. Lekkere muziek. Het voelt heel kalm. Ja. Mooi. Je weet denk ik niet hoe laat het is als je hier zit. Nee, je bent straks alle gevoel van tijd kwijt. Zin in. Oké,
Oké, wat neem je mee naar een ceremonie? Een kussen. Een dekentje. Kijk. Ah. Oh. Heerlijk engelenbedje. De snuggie, ja. Kijk nou. Ik denk als ik bed ga, dan doe ik gewoon deze aan. Ben ik er helemaal in de wolken. Knuffel naar keuze. Ik heb persoonlijk kerstman mee. Zo. Omkleden. En wat ik soms lastig vind is dat er wordt gezegd, doe het vooral als toevoeging en als je stabiel bent. Maar anderzijds is er ook heel erg opkomend dat dit soort middelen en ayahuasca wordt ingezet bij psychische problemen. Dus hoe weet je nou of je dat dan wel of niet kan doen bij psychische problemen? Het is inderdaad zo dat uit de research best wel positieve signalen komen wat betreft behandeling van bepaalde problematiek, zoals depressie en posttraumatische stressstoornis. Maar het is wel zo dat altijd in een heel traject gebeurt waar ook goede voorbereiding en therapie vooraf en achteraf ook gebeurt. Dus het betekent niet per se dat de ayahuasca zelf helpt tegen depressie. Het betekent dat een heel traject doen waar ayahuasca onderdeel van is, misschien kan helpen bij depressie. Maar we zien ook in die onderzoeken dat het ook niet voor iedereen opgaat. En niet iedereen zal ook van zijn depressie afkomen na zo'n ervaring. Dus het is ook geen garantie. Oké. Witte kleding aan. Ik had nog gevraagd, waarom moet je nou eigenlijk witte kleding aan? Want als je misschien gaat overgeven, dat is toch het alleronhandigst. Nou, als je het in een groepverband doet, wat je normaal doet, dan kan je een beetje vergeten dat Petra naast jou zit. En als zij dan opstaat in zwarte kleding, dan denk je misschien dat het een soort demon is of zo. Dus ik denk dat als je wit aan hebt, dat je misschien engelen gaat zien. In ieder geval iets niet bedreigends. Maar, dit was de allerlaatste stap voor de ceremonie. Dus ik ga nu de ruimte in en de drankjes drinken. Ik ben ook een beetje hoog in mijn adem, want ik ben nu best wel zenuwachtig. Weet je, het is gewoon zo eng. Je drinkt een drankje en je bent gewoon 7 uur lang van de kaart. Ik weet gewoon niet waar ik ga zijn. Iedereen die ik het vraag, die geeft zo'n uiteenlopend antwoord. En ik kan nu niet meer terug. Oké. Maar ik weet, oh ja, wat mijn begeleidster zei is, moeder ayahuasca, die geeft je alleen de trip die jij aan kan. Dus dat, die gedachte, ben ik nu in mijn hoofd aan het herhalen. En dat stelt me wel een beetje gerust. Ja, maar verder vind ik het gewoon echt heel spannend wat er nou gaat gebeuren. Wat ga ik zien? Ga ik kotsen? Ga ik helemaal bed? Oké, ga naar binnen toch? Ga naar binnen. Mijn reis gaat beginnen. De ceremonie begint met het trekken van een kaart en mijn intentie uitspreken. Vervolgens word ik gereinigd. Hierna drink ik 2 drankjes. Eerst de maalremmer en na 10 minuten het tripmiddel DMT. Bij de meeste ceremonies neem je na een aantal uur nog een dosering. Daardoor, is mij verteld, kom je echt tot de kern van jezelf. Volgende week zie je waar mijn reis me brengt. En dat zijn niet alleen happy places.